Ja, we hebben het erover hoor. Aanstaande vrijdag 30 mei. Hij op de bank als coach. En hij, Kevin Winter, het is overigens Stefan Spruit, komt later. Kevin Winter doet mee in het elftal van de Bollenstreek. Leuke initiatieven. Het is een prachtig initiatief. Ja, nou ja, het is sowieso een goed doel. Goede doelen. Dat is sowieso uitstekend. En ja, we gaan de oude rotte gaan we een keer zien. Hè? De Oudjes komen in actie onder jouw leiding, Stefan Spruit. Ja, zeker. Samen met Nico Oosterleden, natuurlijk mijn cursusmaatje van vroeger. Hij heeft iets verder geschopt dan ik. En ja, we wijken naar uitkijken. Is gewoon inderdaad die oude gasten. Hans Zwaan, Gert-Jan Bakker, Hans van der Plas, Marco van der Plas, Jerrelinger. Ja, waren toch wel corriveeën van 10, 15 jaar geleden. Ik heb nog gouden tijd gehad en ik heb zelf ook een gouden tijd gehad. Dus daar kijk ik zeker naar uit. Ik gooi er even eentje in. Is Rocky Pitt hier nog een handenbindertje? Ja, ik vermoed van wel. Vermoed van wel, toch? Ja, dat is, die zal weinig hier nog eens aangekomen en zal snelheid ook nog een beetje hebben, denk ik. En Zwaantje heeft er heel wat tegen jou gescoord, Fruit. Zeker, dat was, ik moet zeggen, van mijn moeilijkste tegenstander was het Hans Zwaan tegen een andere spits. Die gaan we gewoon in actie zien, hè, Fruit? Ja, dat is mooi, want ik heb vroeger natuurlijk de Hans Zwaan al respect voor gehad, maar de meeste spitsen kon ik wel aan. Maar ja, Hans was gewoon zo sterk en ook slim en had ook in een goed elftal, dus daar heb ik wel vaak mijn meerdere aan moeten toegeven, helaas. Wie doen er nog meer mee in jouw team vrijdag? Nou, het zijn er een paar. Het zijn er zeker een paar. Nou, Rocky Pitt heeft toevallig ook pas nog gesproken. En die trainer van Rijnvogels, Hein van Eek ook mee. Dus dat, ja, het is allemaal hartstikke leuk. Gert-Jan Bakker. Gert-Jan Bakker, maar ja, koerig op goal. Dus dat zijn, Andries Wendt. Andries Wendt, die helemaal is ook topseizoen gehad dit jaar met Valk 68. Dus iedereen heeft zijn verhaal. Ted Verdons wordt coach van alle teams in de na-competitie met Quickboys. Ja, het zijn allemaal jongens die gewoon... eigenlijk allemaal wat wel de prijzen gepakt hebben in het verleden. Ook in het team van Kevin zitten er gewoon een heleboel jongens die prijzen gepakt hebben dit jaar. Jij zal aanvoerder zijn? Er lopen heel veel goede voetballers om je heen, hè? Ja, ik zal denk ik geen aanvoerder zijn, want ik mocht op laatst bij. Maar ja, er loopt wel wat rond, ja. Ja, dus, er lopen een paar van Katwijk, Quickboys. En ja, daar kan je een aardig ploegje van maken, denk ik. Met andere woorden, kom vrijdag naar de Kooltuin bij FC Rijnvogels. Het team van hem, Stefan Spruit en Nico Oosterlee. Tegen het elftal van het jaar van voetbal in de Bollenstreek. Ik ben erbij. Ik lul het wel aan elkaar. Doe ik ook nog wat. Tot vrijdag.